Straks, waterskies. Die heeft de 13-jarige Matthijs Zielman helemaal niet nodig. Hij doet het gewoon op zijn blote voeten. Hij is pas 13 jaar en afgelopen weekend haalde hij een bronzen plak op het EK blootvoet waterskiën in het Franse Dijon. Matthijs Zielman is nog niet koud terug of hij is alweer aan het trainen in zijn woonplaats Hasselt. Ja, met een snelheid van 70 km per uur vliegt hij over de binnenwateren. En dat dus allemaal op zijn blote voeten. Daar gaat de winnaar van de bronzen plak. Zijn prijzenkast peilt al uit, maar deze derde plaats op een internationaal toernooi is de mooiste prestatie die hij ooit heeft behaald. Heel jong al begon Matthijs met het blootvoet waterskiën en al gauw bleek hij een supertalent. Vanaf mijn zesde begon ik eerst op skis. Toen heeft mijn vader me geleerd om op blote voeten te skiën. Vanaf dat moment heb ik ook wedstrijden gedaan. En toen begon ik het echt heel leuk te vinden. De jongen wordt getraind door zijn vader en Nederlands kampioen Eddy Smit. Volgens hem is Matthijs zijn leermeester bijna voorbij. Hij is eigenlijk al zo goed geworden dat hij een hele grote concurrent van mij is geworden. Moet je wel hele grote voeten hebben ervoor? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel handig om de grote voeten te hebben. Heb je grote voeten? Een maatje 42, dus ze valt in gewoon mee. Ik kan hem een heleboel leren, maar het is wel de bedoeling dat op een gegeven moment dat je met betere skiers, zoals Zuid-Afrikaanse of Amerikaanse skiers, dat die hem gaan coachen om dat laatste stapje of laatste stappen te gaan doen. Wat is jouw doel? Eerste van Europa en een podiumplek van de WK kampioenschappen. Nee, hij mist de hendel. Ah, jammer. No.